Uw kind is volkomen normaal, zeiden ze bij het consultatiebureau. Maar na 9 maanden blijkt Puk zwaar gehandicapt. De Amersfoortse Gert-Jan de Vries filmt meer dan 20 jaar van het leven van zijn dochtertje en zijn gezin. En onze stamgast, presentatrice Sophie van Enk, praat over kinderen die voor het eerst naar school gaan. Ze schrijft het eenmalige tijdschrift 4 voor Stichting Edukans. Goedenavond, dit is U Vandaag. Sophie, een succesvolle presentatrice, maar ook nog eens moeder van 2 kinderen. Ja, hoe combineer je die 2 dingen, joh? Dat is altijd zo'n vraag inderdaad, die aan mannen nooit gesteld wordt overigens. Dat is waar. Maar met goede zorg en opvang. En kinderen zijn voor mij een enorm start zijn geweest om mijn leven eens een keertje echt goed te organiseren. Want je kan totdat je kinderen hebt gewoon een beetje go with the flow gaan. En op een gegeven moment... Maar is het pittig, het moeder zijn? Ik heb dan hele leuke kinderen. Dus dat maakt het wel leuker en makkelijker. Maar ja, het is de meest uitdagende taak in een mannen- of vrouwenleven. Ja. Nou, Gert-Jan, ik vraag de vraag ook aan jou. Is het pittig, het vaderschap? Ja, ja. Kort en bondig, ja. Ja, voor jou is het misschien even iets anders dan de vraag voor Sophie. Want Gert-Jan is vader van 2 zoons en van dochter Puk. En dochter Puk is een gehandicapt meisje. Wat de situatie natuurlijk weer even net wat anders maakt. En daar kwamen ze niet meteen achter. Pas na 9 maanden werd duidelijk dat, samen met zijn vrouw, dat Puk gehandicapt is. Bij het consultatiebureau heb ik het even verschillende keren aangegeven dat ze niks deed, dat ze slap was, dat er iets niet goed was, ook dat ze niet aankeek. En die arts moest steeds, nee, dat komt wel. Nou, ik had echt zoiets, dat komt echt niet. Maar ja, een baby van 9 maanden die niks doet, dat klopt toch niet? Maar ja, uiteindelijk ga je pas dingen ondernemen als je zelf zoiets hebt van, ben ik er helemaal klaar mee met al jullie, wat jullie aan me zeggen. Nu ga ik verder. Nou ja, dat was pas na 9 maanden. Nou, bij de kinderarts terecht zijn gekomen. Maar ja, die schrok zich helemaal het leplazerus. Kan ik me nog herinneren. Schrokken jullie ook zo? Nee. Want die kinderarts zag Puk natuurlijk voor het eerst. En wij hadden eigenlijk vanaf het moment dat zij geboren was, hadden wij... het voelde niet zoals het bij de eerste was. Er klopte iets niet. Nee, jullie hadden al een zoontje. Ja, we hadden al een zoontje. En ja, die ontwikkelde zich normaal. Maar bij haar zat hele donkere ogen. Het leek wel of ze door je heen keek. Dat gevoel hadden wij alle twee. Mm-hmm. Dus alsof je geen contact met haar maakte. Nou ja, dat zag je ook heel mooi. Want dit fragment komt uit een documentaire die gisteren is uitgezonden. De Wereld van Puk. En je zag dat al echt heel goed op die beelden, vond ik. Want u heeft alles gefilmd, 20 jaar lang. Keek ze inderdaad een beetje zo naar boven al, hè? Een beetje dat van klopt. De wereld. Ja, dat klopt. Ze kijkt je niet aan. Dus als ik met jou een gesprek zou hebben, dan zou ik dit doen, zeg maar. Dan zou ik ergens anders naar gaan zitten kijken. En dat is raar, toch? Als je dat doet. En zo voelt dat dan ook. Waarom heeft u deze documentaire gemaakt? Want er zat een duidelijk doel achter, voor mijn gevoel. Ja, dat klopt. Ik heb de eerste jaren heb ik gewoon gefilmd als vader. Er zijn heel veel vaders die filmen. Ik heb mijn eerste zoon heb ik ook gewoon gefilmd. En Puk ook. Vanaf zelfs voor haar geboorte ben ik gaan filmen. Het is wel zo dat ik van beroep ben ik regisseur, editor. Dus ik weet ongeveer van wat voor shots je moet draaien. Dus ik dacht, als ik film, moet ik daar iets mee kunnen doen. Wat, dat wist ik helemaal niet. Maar dan draai je dus een tegenshotje met camera's, wat je hier ook, met totaaltje en dat soort dingen allemaal. Zodat je het later makkelijk kan gebruiken. Yeah. Want anders dan... Eigenlijk nog helemaal niet met het idee dat nee, u er totaal ook niet. Ja. Nee, totaal niet. Het is een gedroomde documentaire. Ja. Want je volgt dus echt vanaf het allereerste begin het hele verhaal. Ja. En echt bovenop de huid van Puk. Dat is zo bijzonder dat je dat materiaal dan allemaal had. Ja, maar ik denk dat heel veel vaders dit soort dingen doen. En moeders filmen. Dus ik denk dat er in Nederland enorm veel materiaal is. En misschien wel omdat ik wist van dat ik het goed moest draaien om te kunnen monteren. En misschien ook wel dat ik het gedurfd heb om daar iets mee te gaan doen. Nou ja, gedurfd. Want ik vind het ook wel... Het is een heel persoonlijk inkijkje in jullie leven als gezin met een gehandicapt meisje. Ja. Wat was het doel? Wat wilden jullie bereiken? Het doel was... Mijn vrouw werkt in de gehandicapte zorg en heeft een gehandicapt kind. Zij ziet van 2 kanten de situatie. En wat haar opviel is dat veel van haar collega's waar zij mee werkt...
niet op de hoogte zijn van de thuissituatie vaak, die voorafgaat aan een kind wat in een instelling terechtkomt. Hoe zou je die situatie beschrijven, thuis? Nou, waar die documentaire over gaat. De worsteling met een gehandicapt kind, met alle zaken, de emoties, maar ook de praktische dingen waar je tegenaan loopt. Ja. En toen dacht ik, eigenlijk zou het voor die mensen in de gehandicaptenzorg enorm interessant zijn om te zien hoe het nou zo'n thuissituatie geweest is. Je kan het wel vertellen, ja, maar ik denk dat zien vaak veel meer impact heeft. Maar een enorme impact, want niet alleen op jullie. We zagen jullie heel duidelijk in beeld als ouders, maar ja, ook voor jullie zoons. En die ja, waren ook nog even aan het woord ja, in de docu. Het enige wat ik wil zeggen is dat jij 1000 keer toleranter tegenover Puk bent dan de rest van de wereld. Ja, weet je hoe dat kan? Ja, dank je. Ja. Ja, dat ja, zeg dan, ik altijd. En jij zegt ja, ook, nee, is het zo? Nee, dat is absoluut zo. En weet je hoe dat komt? Ik moet Puk verdedigen. Puk is gehandicapt. Puk kan het zelf niet, dus ik doe dat. Maar dan nog is het toch zo? Dan moet je toch niet zeggen dat het niet zo is? Het is zo, Job. Wat jij dan wel. Moeilijk om die aandacht te verdelen? Ja, ja, zeker. Ja, want eigenlijk de hoofdaandacht, laat ik het zo maar zeggen, ging altijd naar Puk toe. Hoe oud is Puk nu? Want ze is nu 22. Oh, wauw, ja, oké. Okay. Ja. Ja, en ja, Puk woont nu niet meer thuis? Nee, ze woont al vanaf de 17e woont ze niet meer thuis. Ik heb 20 jaar gefilmd. Ik heb 5 jaar eraan gemonteerd. Maar dat heb ik niet na 20 jaar film gedaan. Ik ben op ongeveer, na 17 jaar ben ik gaan monteren. Eigenlijk in die fase dat ze het huis uitging. Oké, okay, oh, dat was het startpunt voor om aan de documentaire te beginnen. Ja, omdat ze toen. Ja. Maar als ik naar jullie kijk, hè, als ouders in deze documentaire. Jullie interviewen elkaar. Dus moeder en vader interviewen elkaar. Wat al een hele bijzondere keuze is. Ja. Maar ik kon mijn vinger er niet echt op leggen of ik jullie nou gewoon heel nuchter vond ook. Of ook een soort van uitgeput of zo. Die nuchterheid, ik denk dat het komt omdat wij dagelijks daarmee te maken hebben. Wij hebben al zoveel meegemaakt. En het is natuurlijk al lang geaccepteerd bij ons. En al die verhalen, die kennen wij. Maar voor een buitenstaander die voor het eerst in dat gezin stapt, ja, daar kan me heel goed voorstellen dat je dan soms het gevoel hebt dat het wat afstandelijk is of wat. Mm-hmm. Maar dat, nee, natuurlijk is het niet. Wat voor reacties hebben jullie gekregen? Alleen maar positieve reacties. Ja, ongekend. Ja? Ja. Mensen ook met herkenning, denk ik? Mensen met herkenning, maar ook heel breed van mensen die te maken hebben met epilepsie. Mensen die te maken hebben met mantelzorg. Mensen die te maken hebben met geboorte. Mensen die te maken hebben met, ja, weet je, van alles en nog. Wat zit er allemaal in eigenlijk? Dus vandaar dat er veel raakvlakken zijn. Nou ja, Sophie, jij zit hier ook om over kinderen te praten, maar dan 4-jarigen. Want je hebt gewerkt aan een tijdschrift 4-jarigen. Waarom precies die leeftijdsgroep? Ik vond zelf als moeder de overgang van het leven met kotertjes en een beetje naar de kinderboerderij tot dat moment dat ze 4 jaar worden en dan ineens elke dag ergens op een school moet zijn. Yeah. Dat vond ik echt de grootste verandering in mijn leven sinds de kraamtijd. Maar je moet ze ook dan loslaten? Ja, nou ja, dat doe je op zich daarvoor ook al. Want je vroeg net hoe ik het dan combineer. Nou, dat, op zich is dat wel echt aan te raden als je nog iets van werk wil doen naast je bestaan als moeder. Dan moet je ze wel loslaten, ook bij een crèche of in mijn geval gastouder. Mm-hmm. Dus dat loslaten vond ik eigenlijk niet zo'n issue. Ik vond het meer gewoon een fantastische periode waarin je denkt van, wat gaaf, weet je, nu gaan ze echt de wereld in. En dat is zo bijzonder en ook iets om zo dankbaar voor te zijn, omdat ze natuurlijk kinderen zijn zoals Puk die nooit naar school zullen gaan op die manier en zich op die manier zullen kunnen ontwikkelen. Maar wereldwijd zijn er ook heel veel kinderen die dat niet kunnen. En want herken jij dit inderdaad in jouw situatie, dat Puk heeft dat inderdaad nooit meegemaakt? Nee, maar ik heb nog 2 andere kinderen en ik vind het wel heel grappig wat je vertelt, dat ook dat moment van dat 4 jaar de kinderen naar school gaan, dan komen ze dus thuis met dingen die jij ze niet geleerd hebt. Yeah. En dat is het bijzondere eraan. En dan voel je van, er is een enorme verandering gaat er plaatsvinden. Yeah. Ja, dat vind ik wel. Ze krijgen nu een wereld buiten dat huiselijke. Ja. Sophie, je maakte dat tijdschrift voor Edukans, de stichting waar je ook ambassadeur van bent. Ja. Waarom heeft Edukans ervoor gekozen om dit tijdschrift uit te brengen? Nou, Edukans wil heel graag een brug slaan tussen ouders hier en daar, zeg maar. En dat is wat ik ook het aantrekkelijke vind aan ambassadeur zijn voor Edukans. Daarom ben ik op een gegeven moment ook naar Malawi gegaan. En ik heb ook juist mijn
mijn eigen zoon meegenomen daar naartoe. Om te laten zien van, ja, weet je, het is gewoon best heel erg bijzonder, alle kansen die je hier krijgt. Ja. Dus om dat terug te vertalen naar Nederlandse ouders, van, weet je, zie ik, dus mijn zoon, dat het ja, best... die was mee. Ja, ja, leuk. Ja, dit, nou, dat was echt super grappig. Maar zie dat het bijzonder is dat je kind deze kans krijgt. En, ja. En vanuit een, echt een solidariteitsgedachte, hè, van, ik krijg nu die kans, mijn kind krijgt deze kans. Ja. En ja, laten we als jonge ouders ervoor zorgen dat alle kinderen deze kans krijgen. Nou hebben we de cover van het tijdschrift. Dat komt pas in augustus uit als de scholen weer starten. Oh, en ja? Op die cover sta jij samen ja. met Dasha van Doesburg, dat is de ja. actrice. Maar jullie staan wel in een soort survival outfit. Is ja. het survivalen? Nou ja, Bracha en ik hadden wel zoiets van... Oh, het is misschien wel tof als we een soort survival gids voor maken. Want je komt wel terecht ja. dus in een wereld waarin je je ineens moet afvragen... word ik luizenmoeder? Word ik voorleesmoeder? Word ik bibliotheekmoeder? En wat oké, okay, een 10 uurtje, een plasketting. Er zijn echt zoveel dingen. Die gingen die je vragen ook door jouw hoofd? Voor jou is al heel lang geleden. Ja, 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 dat is nee, want ik denk een moederrol is anders dan een vaderrol. Yeah. En als ik voor mijzelf spreek, was dat ook absoluut anders. Ja. Ja. Is dat ja. inderdaad in jullie situatie ook een verschil geweest? Moeder-vaderrol? Zeker. Ja, ik denk dat Diana veel dichter bij Puk staat, nog steeds. Ja. En dat had mee te maken, de rolverdeling die er was. Diana werkte wel wat. Ja. Gelukkig, want ik heb ook altijd gezegd, blijf alsjeblieft werken. Dat je ook af en toe uit dat gezin kan stappen. En ja. dan heb je gewoon collega's. Maar ik was natuurlijk veel meer weg van huis. En ja, dus die rollen zijn anders. En in jullie documentaire vroeg jij op een gegeven moment ook aan haar van, heb ik je genoeg gesteund ja. hierin? En toen ja, zei zij van... Te weinig voor haar gevoel. Te weinig? Ja, ja. Ja. Heeft dat er ook mee te maken dat nou ja, jij toch wel werkte als man? Ja, dat denk ik wel. En het heeft ook mee te maken dat wij als ouders alle twee anders zijn. En ja, ik zeg wel eens dat het maken van deze hele documentaire wel een soort van therapie voor mij geweest is. Omdat je ja, daardoor elkaar... Ik ben Diana veel beter gaan begrijpen door ja. dingen die zij gezegd heeft... die je eigenlijk misschien normaal in een gewoon gesprek niet... Omdat je het allemaal nog eens terug kan zien. Ook, en omdat je haar gaat interviewen... dan ga je toch vrij ja. concrete vragen stellen... Ja. die je in een gewoon gesprek misschien anders stelt. Of, ja. weet je, er is toch wel iets veranderd daardoor. Het is toch een moment geweest om even stil te staan... bij alles wat jullie hebben meegemaakt. Ja, ja. ja. ik denk dat zeker... dat ja. klopt helemaal wat je ja. zegt. Ja. We gaan tenslotte nog even kijken naar de trending vandaag. Dat doen we altijd aan het uit van de uitzending. Wat heeft er gespeeld op internet? Nou, filmpjes uit de archieven doen het altijd goed. Heel iets anders hoor. Want dit is de Utrechtse binnenstad in 1966. Nou, na meer dan 50 jaar is de Winkelstraat eigenlijk amper veranderd. Ja, grappig hè? De video is bijna 100 keer gedeeld. Ja, en die auto's ook. Het ziet er echt... Maar toch herken je het wel, vind ik. Nou, heel veel mensen hebben erop gereageerd en ook gedeeld. Mensen herkenden elkaar zoals op de beelden. Geurt zegt, ja, geweldig. Zit je te kijken, zie je ineens je moeder in 1966 op het terras zitten. Oh, wat leuk. Nou, Dirk herkent Els. Die zegt, ik zag je lopen. Waarop Els zegt, ach, die goeie oude tijd. Ja, hartstikke mooi. Deze filmpjes doen het altijd goed. En mochten de mensen de documentaire gisteren gezien hebben... ze kunnen het nog terugvinden op internet, gisteren niet gezien hebben, of als ze nog een keer willen kijken? Beide. Ja, het handigste is... hij staat op de sites van de NPO. Ja. Tweedok was het. Dus ook tweedok.nl is die te vinden op de site van de NPO. En wil je meer weten? En er staat ook een link op www.dewereldvanpuk.nl. Helemaal goed. En het tijdschrift van Edukans komt dus in augustus uit. Ja, maar je kan het wel alvast aanvragen op edukans.nl/4. En Bracha en ik zetten nu de laatste puntjes op de i en dan kun je het eind van de zomer op de mat verwachten. Super. Het is gratis. Nou, hartelijk dank beiden voor jullie verhaal. En u thuis voor het kijken. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Fijne avond.